sporttalent bij de meisjes in 2015 in de gemeente Dronten is geworden Manon Akker. Manon Bakker uit Zwifterband, jij bent jeugdsporter van het jaar geworden. Had je het verwacht? Nou ja, verwacht is natuurlijk een groot woord, maar ik had wel gehoopt. En nou ja, ik ben blij met de resultaten die ik dit jaar heb gehaald. Dus ik vind het wel een mooie bekroning op het leuke seizoen. Was 2015 een topjaar voor jou? Nou ja, het was wel een heel goed seizoen waar ik echt veel verbeterd ben en ook... Ja, op een mountainbike ineens een heel groot stap heb gemaakt. Van eerst nog niet eens gedaan en ineens nu het Nederlands kampioen zijn. Dus het is wel echt een heel mooi seizoen geweest. Wat gaat 2016 voor je brengen? Ja, ik hoop een nog beter jaar. Dat is het doel. En ik hoop weer het EK te mogen rijden en daar iets beter te eindigen. En Nederlands kampioenschappen weer te halen en zo. En dat is wel gewoon een beetje weer verbetering. Het EK is het afgelopen jaar een beetje een tegenvaller geweest, begreep ik. Ja, ik mocht natuurlijk wel als allerjongste daar rijden. Ja, als 16-jarige tegen U23 is natuurlijk altijd al zwaarder dan normaal. En ja, met een 21ste plek is niet slecht, maar voor mij, ik ben daar gewoon niet tevreden mee. Je doet eigenlijk twee takken van sport, mountainbike en veldrijden. Is dat allebei naast elkaar vol te houden? Ja, dat is wel vol te houden. Maar mijn hoofddoelen liggen in het veld, dus ik stem eigenlijk alles een beetje af op het veldrijden. En dan mountainbiken kan ik daar mooi omheen werken als voorbereiding voor het veldseizoen. Waarom veld? Ik vind het gewoon leuker, het overgaan in het lopen, met het fietsen, met de modder. Ene keer zand, de andere keer balkjes. Gewoon, ik vind het iets leuker. Want je houdt van afzien, begrijp ik. Je vertelde net al iets over de ketelbrug. Kun je dat nog eens even terughalen? Ja, de ketelbrug, dat is omhoog naar beneden, omhoog naar beneden. Zolang doorgaan tot je kotst. En dat is geen leuke training, maar het is wel effectief. En dan is kotsen een doel? Ja, dat is wel het doel. Elke keer iets verder. Maar dat is wel de bedoeling. En deze prijs, zegt je dat wat? Ja, het is altijd een mooie kroon op een leuk seizoen. Dus ik ben er wel blij mee. Goed, bedankt en gefeliciteerd.